Daily Minutes Extra, nummer 1430, met een uitzending voor vandaag, 5 oktober 2018. Dit is het bulletin van vrijdag. Ik begin vandaag met een dienstmededeling. De lange uitzending op PI3 UTR gaat vandaag en volgende week, dat is 12 oktober, niet door. Data vandaag is MFSK 128 bij 1500 hertz, MFSK 128 bij 1500 hertz, maar we doen nog iets bijzonders. Kim Elliott zendt zijn beeldmateriaal meestal uit via FL-Digi. Dat ga ik vandaag ook doen, FL-Digi dus. 3 foto's in totaal. De eerste is in zwart-wit. Je hebt hiervoor wel een recente versie van FL-Digi nodig. Waarschijnlijk niet ouder dan 4.0.16, maar je kunt het met een oudere versie proberen. Het is een heel robuuste manier van uitzenden van beeldmateriaal. De data zit vanaf vandaag helemaal aan het eind van de uitzending, dus na Lodewijk. En het wordt dus uitgezonden in MFSK 128 en dat bij 1500 hertz. Behalve de data hebben we vandaag een aflevering uit de Duitse Krimi, een deel over zelfbouw en het volgende deel, deel 3, over Stuart Hill en zijn micronatie Forvik. Ja, over de Krimis. De serie Ein Fall für zwei, daar had ik het de vorige keer over, heeft in totaal 4 advocaten in de hoofdrol gehad. Ik noem niet alle advocaten, maar de wisselingen die zaten in, het programma begon dus in 1981. De wisselingen zaten in 1988 en 1997 in 2000 en vanaf 2000 was de vierde. De serie die loopt dus nog steeds. Er zijn, toen ik het schreef in 2009, waren er 256 afleveringen van gemaakt. En de titel van Ein Fall für zwei is trouwens net als bij Tatort van Klaus Doldinger. Behalve de tot nu toe in deze reeks behandelde series Tatort versus Derek der Alte en Ein Fall für zwei, die bij elkaar horen omdat ze toch min of meer als concurrenten van elkaar op het scherm zijn gebracht, waren er in dezelfde periode ook nog andere Duitse detective series. Meerdere hiervan blijven in deze reeks onbenoemd, maar eentje daarvan was Der Vaander, uitgezonden door de ARD, dat met onderbrekingen van 1984 tot 2001 heeft gelopen met in totaal 4 verschillende speurders in de hoofdrol. Ik ken daar zelf alleen de eerste van, de door Klaus Wenneman gespeelde Hannes Faber. Die voornaam die werd in de serie op een enkele uitzondering na eigenlijk nooit gebruikt. Faber zou je nu toch als een enigszins foute politieman zien, denk ik. Faber had lak aan conventies en ook vaak lak aan de wet. Maar dat komt stevast toch weer goed als hij een zaak oploste. Faber deelde voortdurend uit een doosje pepermuntjes uit. En een prominente rol in de serie was ook weggelegd voor het café van zijn vaste vriendin Susanna, gespeeld door Barbara Freier. Doordat deze serie in de vooravond werd uitgezonden, een tijdstip dat de Duitse publieke tv ook reclame uitzendt, was de serie veel meer op die commerciële omlijsting geschreven. Gevolg daarvan was dat in de afleveringen meer dan in de andere krimis de diepgang in de karakters nog wat meer ontbrak. Wel was de serie snel en niet van enige humor gevrijwaard. Hoofdcommissaris Rick was de enige die bij alle 4 speurders en in alle afleveringen uit de Vaander-serie meespeelde. Dit is deel 9 van de serie over zelfbouw. Vandaag hebben we het over ontkoppelen. Ontkoppelen is heel belangrijk om problemen met je schakeling te voorkomen. We beginnen bij de voedingsspanning. Bij de voedingsspanning kun je als volgt in de problemen komen. Als een audioversterker een sterke piek moet versterken in het geluid, dan is daarvoor kortstondig vrij veel stroom nodig. De aansluitdraden of een printspoor hebben zelf natuurlijk ook een bepaalde weerstand. Mooi zou het zijn als we in een ideale wereld zouden leven, maar dat is dus niet zo. De aanvoer van de voedingsspanning die is dus niet 0 ohm. Als er heel even veel stroom getrokken wordt, dan zorgt die weerstand in serie van de stroomtoevoerlijnen voor het enigszins in elkaar storten van de voedingsspanning ter plekke. Dat is op zich niet zo erg, maar stel je een situatie voor met puur voor dit voorbeeld 2 audioversterkers achter elkaar. Bijvoorbeeld een microfoonversterker bestaande uit 2 trappen. Om praktische redenen gaat de stroomtoevoer als eerste naar de laatste van die 2 trappen. Bijvoorbeeld omdat de voering daar dichterbij zit. Dit verergert het probleem nog, maar dat werkt in de praktijk vaak wel zo. De weerstand in de aanvoerlijn zorgt er dus voor dat die laatste trap, als die heel eventjes veel stroom nodig heeft, de voedingsspanning op die laatste trap heel kort in elkaar doet storten. De voedingsspanning gaat van die trap vervolgens naar de transistor die ervoor staat. De korte dip in de stroom zorgt ervoor dat die eerste trap, die ook nog eens gevoeliger is voor het signaal dat wordt versterkt, als het ware gemoduleerd wordt met het signaal van de trap die erachter staat. Dit laatste kan leiden tot allerlei ongewenste effecten. Het kan bijvoorbeeld de versterking van de beide trappen verkleinen. Als het audio van de sterkere trap die op de voedingsspanning is gemoduleerd, in tegenfase op het audio van de eerste trap uitwerkt. De uitwerking van dit audio via de voedingslijn kan echter ook in fase zijn. Mooi zou je zeggen, een meekoppeling geeft extra versterking. Niks mis mee.
Ja, daar moet ik het voorbeeld van de rondzingende versterker weer even in herinnering roepen. Zo'n meekoppeling, als het genoeg is, kan ervoor zorgen dat de twee trappen gaan oscilleren. In dat geval moet je achteraf het ontwerp van je versterker nog gaan wijzigen. Dat is vaak labwerk, je kunt het dus beter in één keer goed doen. Ja, ik beschrijf je voor de eenvoud hier dus een schakeling met twee transistoren. De meeste apparaten bevatten echter veel meer dan twee versterkende onderdelen, waardoor het probleem niet noodzakelijkerwijs meer voorkomt, maar bij zo'n schakeling die veel ingewikkelder is, is het wel een enorm stuk lastiger om in dat geval de oorzaak op te sporen. Het probleem is heel eenvoudig op te lossen. Als je liefst op enkele plekken een kleine elko van bijvoorbeeld 4,7 of 10 microfarad tussen de voedingsspanning in de aarde, of zeg maar de voedingsspanning in de minpool van de schakeling zet, dan werken die elko's als een reservoir. Als nu één trap veel stroom wil trekken, dan gaat niet de voedingsspanning meer even naar beneden. Op die momenten wordt de schakeling tijdelijk gevoed uit de elko in plaats van uit de voedingslijn. De voedingsspanning aan het einde van die aanvoerdraad wil namelijk naar beneden, maar zodra die spanning lager dreigt te worden dan de elko, gaat er een stroom uit de elko lopen om het verschil in potentiaal op te heffen. In extreme gevallen kan het trouwens nodig zijn om iedere trap in een schakeling van een eigen ontkoppelcondensator te voorzien, en in nog extremere gevallen voed je dan vanaf de voedingslijn iedere trap ook nog via een kleine serieweerstand van bijvoorbeeld 22 of 100 ohm of iets daartussenin. Hiermee wordt het voor de individuele schakelingen moeilijker om de voeding naar beneden te trekken. In het voorbeeld van hiervoor hadden we het over audio. Bij hoogfrequentschakelingen bestaat het probleem op precies dezelfde manier. Hier worden geen elko's gebruikt, maar bijvoorbeeld keramische condensatoren in de range van 1 tot 10 nanofarad. Vanwege de looptijden die er bij HF op de voedingsdraden of printsporen kunnen bestaan, wordt bij hoogfrequentschakelingen, zeker als de frequentie hoger wordt, meestal iedere trap standaard van een eigen ontkoppelcondensator voorzien. Ook hier kan er een weerstandje per trap worden gebruikt om de ontkoppeling per trap effectiever te maken. Een smoorspoeltje voldoet ook, maar een smoorspoel is vaak wat lastiger te krijgen en de bak met weerstanden is bij veel amateurs vaak wel goed gevuld. De volgende is een iets wat ingewikkelde conclusie, maar waar de ontkoppelcondensatoren in feite voor zorgen, is dat de voedingsspanning en de aarde voor alle wisselstromen zoveel mogelijk gelijk zijn. Voor gelijkspanning blijft tegelijk de voedingsspanning intact, anders zou de bol natuurlijk niet meer werken. In het volgende deel gaan we verder over de noodzaak van de ontkoppeling van je schakelingen. Dan gaan we het hebben over de ontkoppeling van hoogfrequent. Daar stikt het natuurlijk van in de amateurcheck. Ja, ik zeg het nog maar een keer. Vragen en eventuele aanvullingen zijn zeer welkom. En meld het zeker als je een fout of onduidelijkheid aantreft. Ik schrijf deze afleveringen altijd op de dag van de uitzendingen pas. Vaak maar 1 tot 1,5 uur voordat ik het uitzend. Ik kan de dingen op het laatste moment dus nog toevoegen of veranderen. Hoewel ik als het kan een suggestie direct zal gebruiken, ik kan echter niet iedere suggestie direct gebruiken. Deze serie is van tevoren nogal grondig uitgedacht. Ik concentreer me zoveel mogelijk op de hoofdzaken en ik probeer vooral dingen te behandelen die je direct bij het sleutelen aan een schakeling zult gebruiken. Voor het zelf oplossen van problemen als je schakeling het onverhoopt niet doet, heb je het nodige inzicht nodig in waarom bepaalde onderdelen nodig zijn en waarom een schakeling op een bepaalde manier is opgezet. Die dingen zijn de belangrijke koerspalen van deze serie over zelfbouw. Ik gebruik daarbij zoveel mogelijk de filosofie die ik in mijn loopbaan als ontwerper van elektronica zelf ook altijd gebruikt heb. Concentreer je alleen op de zaken die op dat moment op je bureau liggen, anders wordt het te veel in één keer. Ga als je een audioschakeling wilt bedenken niet naar hoogfrequentietransistoren kijken, maar vernauw aan de andere kant je blik ook niet. Het is wel handig als je die hoogfrequentietransistoren ook kent. Ik noem maar wat, wie weet heb je door het gebruik van een hoogfrequentietransistor in je microfoonversterker bijvoorbeeld misschien ook wel minder ruis. Ja, Stuart Hill en zijn landje Forvic, deel 3. Na zijn debakel in 2001, waarbij zijn volgens velen onzeewaardige scheepje kapsteiste, bleef Stuart Hill op Shetland wonen. Hij voerde er in de jaren daarop actie omdat Shetland lang geleden onterecht bij het Verenigd Koninkrijk zou zijn gevoegd. De eilanden, die in die tijd een provincie van Noorwegen waren, werden in 1468 zonder medeweten van de Noorse koning door de Schotse koning van de koning van Denemarken gepacht, welke laatste de facto het bestuur over Noorwegen had. In die overeenkomst werd het recht vastgelegd voor toekomstige Noorse koningen om het bestuur over de eilanden terug te krijgen tegen betaling van 210 kilogram goud of 2310 kilogram zilver. Ondanks meerdere pogingen in de jaren daarop om deze som te betalen, kreeg Noorwegen de eilanden nooit van de Schotten die al jaren op de eilanden aasden terug. Hill stelt om die historische reden dat Shetland het recht zou hebben om zich los te maken van het Verenigd Koninkrijk, nog afgezien van het feit of de meeste eilanders hier zelf nou wel zo om zitten te springen.
Of het bedoeld is als stap in de richting van een algehele onafhankelijkheid voor Shetland of een meer persoonlijk soort van initiatief, vermoedelijk gewoon beide eigenlijk. Op 21 juni 2008 roept Hill in ieder geval de onafhankelijkheid uit over een piepklein zandbankachtig eilandje dat onder de naam Vorewijk Holm tot dan toe als een van de vele eilanden toebehoort aan de Shetlands. Het eiland zou zich daarmee hebben losgemaakt van zowel het Verenigd Koninkrijk als van de Europese Unie. De onafhankelijkheidsverklaring baseert zich mede op de nooit ingeloste belofte van de Schotse koning om de Shetlands tegen betaling van het Noorse koningshuis terug te geven. De eilanden zouden om die reden nu dezelfde onafhankelijke status moeten hebben als het eiland Man en de Kanaaleilanden. Op vrijwel hetzelfde moment spant het bestuur van de Shetlands overigens toevalligerwijze een procedure aan tegen het landelijk bestuur van het Verenigd Koninkrijk voor meer zeggenschap over de zeebodem om de eilandengroep heen. Hill ziet zelf, hoewel hij in de pers roept dat het voor iedere gepensioneerde leuk zou zijn om ergens de onafhankelijkheid over uit te roepen, zijn onafhankelijkheidsverklaring als bloedserieus. Ja, ik zit de afgelopen dagen toch nog wat na te denken over een inmeldronde. Ik ben een paar keer trouwens vergeten om PI3XTV standby te zetten, s'avonds om 7 uur. Dat is niet zo handig en ik ben ook niet heel actief geweest op het chatkanaal en op wokka.be zoals ik van plan was. Maar ja, er was rond de uitzending heen ook nog wel het een en ander in de gaten te houden. Maar ik zit toch na te denken over een beetje een manier van inmeldronde, want ik mis dat gepraat achteraf toch wel een beetje. Ik ga me toch wel een beetje te ver om dat nou via Zello te doen of iets vergelijkbaars, iets als Teamspeak of zo. Maar ja, misschien kan ik toch wat meer werk ervan maken om op PI3XTV QRV te zijn. Er zijn vast wel meer mensen die Echolink hebben. Dus misschien is dat wel een idee. Misschien kunnen we het op die manier toch laten lopen. En dan zitten we toch ook nog een beetje in de ether. Hè? Want wat we daar zeggen, dat wordt toch door een zender uitgezonden. Zij het met een gering bereik, maar niemand kan ontkennen dat het in de ether wordt uitgezonden. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzending www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Let op, er is een nieuwe URL waarop je de Daily Minutes kunt beluisteren. Dat is dmr.li. Net als de modulatiesoort DMR en dan .Lima India. DMR.li. En microfoon naar retour. Thank you.